Voor talrijke autoriteiten, onder wie de commandant Zeemacht, schoutbijnaar Burghardt, demonstreerde de marine luchtvaartdienst op het vliegveld Valkenburg bij Leiden de nieuwe toestellen die onze zeestrijdkrachten, overeenkomstig het programma van wederzijdse hulpverlening, van de Verenigde Staten hebben gekregen. Sterke zoeklichten zijn ingebouwd in de vleugeltoppen van de Lockheed Neptune, een lange afstands patrouillevliegtuig dat bijzonder geschikt is voor de bestrijding van onderzeeboten. De machine is voorzien van een zeer vernuftige en kostbare opsporingsapparatuur die voornamelijk gemonteerd is in de koepelvormige ruimte onder de romp, de zogenaamde radarbuidel. Bij de demonstraties was ook de staatssecretaris van Marine, vice-admiraal Moerman, aanwezig. De marine beschikt dan ook over enige Sikorsky-helikopters van grote afmetingen, waarvan er één voor de autoriteiten, onder wie zich ook de Amerikaanse ambassadeur bevond, werd voorgevlogen. Dit hefschroefvliegtuig kan 10 passagiers vervoeren en leent zich bijzonder goed voor verbindings- en reddingswerk. Speciaal voor het vliegkampschip Karel Doorman zijn de Grumman Avenger toestellen met vleugels die ter besparing van ruimte opvouwbaar zijn. Dit vliegtuig is eveneens voor alles een bestrijder van onderzeeboten en het heeft daarom ook al zo'n radarbuidel. De Avengers zijn al oude getrouwen voor de Amerikaanse marine. Maar met de Neptunes en de Sikorskys betekenen ze een waardevolle versterking van de vliegdienst van de Nederlandse zeemacht.